Hallo en welkom bij weer een nieuwe eerste video. We zijn op het punt waar we de vorige video zijn gebleven. Als jullie die willen zien, kun je rechtsboven op het i'tje klikken en dan kom je bij de vorige video. We moeten de jeep nog steeds escorten naar het einde van het veld. Alleen er zitten nog wat vijandelijke spelers aan die kant van het veld. Dus die moeten we als eerste nog uitschakelen voordat we de jeep verder kunnen escorteren naar het einddoel. Omar en ik besloten om stand te houden bij dit huisje hier, omdat er heel veel vijandelijke spelers doorheen kwamen. Oh, ze zitten daar. Ja? Jo. Zit je ook hier? Ja, ik blijf hier. Oh, we zijn allemaal lang. Ja, klopt. Er zijn heel veel dood. We kunnen volgens mij doorgaan. Hey, oh, yo, dankjewel, dankjewel. Holy shit. Oh, zie ze? Pas op man, pas op. Hij parkeert nog. Never gets old. Dat is een goed pakketje voor nu. Ja. Oh, wacht. Ze pakken je wel, jongen. Ja. Kun je nooit aan gaan door. Pas op, niet te weg. Jo. Haal er nog in. Ah, oké, ik heb hem. Iedereen roepen, iedereen roepen. Door, door! Dit is mijn voorlaatste magazijn. Whoopsie. Oh, fuck me. Joshua is bij de jeep. Deze staat nog even. Ja. Hij bij de jeep trouwens al. Woehoe. Oh, mijn G36 heeft blijkbaar wel rage. Ja, dat is goed. Ja, pas op, probeer te komen. Pas op. Shit! Dat hoorde ik heel op de radio, fucking best. Kut. Hij zit daar. Ja? Volgens mij heb ik hem. Pas op. Yo. Kast. Ja, daar was ook een. Ja. Dan zit hij wel goed eigenlijk, hè? Ja. Ik sta lekker in de zon. Ja, ik sta lekker in de schaduw. Nee, jij hebt goede camo met de zon, ik met de schaduw. Woehoe! Oh, wacht, er komt er eentje langs. Pas op, er gaat er eentje binnenkort naar ons toe komen. Ik ga door. Nee. Oh. Nee, hij. Ik zit hier vast op. Oké, Joshua. Yo, pas op man, blijf niet daar staan, ze komen zo via hier. Je moet beter daar... Oh, kijk op mijn lip. Ik ben blij dat ik niet aan het lachen was, anders was mijn tandje weg. We hebben dat punt heel erg lang vastgehouden, waardoor er heel weinig vijandelijke spelers door konden. Dus nu kunnen we makkelijker naar de jeep gaan. Yo. Degene wat hier staat, van tegen goed die mensen hier snijden. Alleen waren er nog heel wat spelers in de buurt van de container, dus daar moesten we ze nog eerst even uitschakelen. En dan konden we verder gaan en de game moet halen. Ik kan van de medic hier, man. Yo, ik kan van jullie, hoor. Maakt niet uit. Ik ben medic, ik kan me allemaal weer terug. Geef me dat door. Dank je. Nog iemand anders? Nee, mooi. Kom toch niet. Het! Ja, kom maar. Alright, thanks man. Ja, terug! Ga je hierin? Kijk. Ga hierin. Beetje jammer dat, die kun je niet door. Oh. Dat scheurt man. Kunnen we niet door, jammer genoeg. Bam! Ja, oké, dat was niks van één keer ping. Ik zal het even heel veel. Nee, ja, hé. Merk. Oh, je bent hier twee. Ik had maar één keer been gezegd, dus je kunt blijven staan. Ja? Ja, alleen hij. Ja, nee, tuurlijk. Yo, pas op man, ik ga even via daar proberen. Het was op dit punt dat ik geen ammo meer had voor mijn G36C en dat ik nog maar 1 volledig magazijn had voor mijn sidearm. Holy shit! Oh. Wat je soms kan doen met airsoft is gewoon rennen naar iets, want BB's dat duurt altijd een tijdje dat die aankomt bij het doel. Nou, en ja, normaal kun je ze dan ontwijken, maar dit keer hadden ze geluk en hadden ze me geraakt. En dit is ook meteen het einde van deze video. Bedankt voor het kijken van deze eerste video. Ik vond deze heel erg leuk om te maken en laat zeker een like achter als je ervan genoten had. En tot de volgende keer. Bye bye.